Het is een project van de Partij van de Arbeid. Um, en daar ja, wordt je eigenlijk de kans geboden om een idee of een, een bepaald ideaal wat je hebt, gewoon uit te werken. En uh, je krijgt uh, een netwerk aangeboden, uh, verschillende workshops. En je leert gewoon heel veel toffe mensen kennen. Waarmee je eigenlijk mag gaan sparren over jouw idee. Uh, vooral heel veel uh, workshops, uh, samenkomsten met uh, ook de andere mensen die uh, ja, de, een beetje dezelfde idealen hebben. Nee, je hebt als persoon denk ik altijd een soort van uh, ja, idee wat je wil uitwerken of wat je zeg maar, de wereld in wil brengen waarmee je Nederland een stukje mooier wil maken. En die komen bij de, sowieso bij de Partij van de Arbeid, maar ook bij de mensen die niet bij de partij uh, zitten, kwamen bij project 20 echt wel heel mooi samen. En ik vond het gewoon echt heel erg mooi om te horen dat er nog meer mensen zeg maar, met het, dezelfde idealen bezig zijn met... Ja. Nederland wat mooier maken. Ja, echt zo uiteenlopend door heel Nederland. Dus uh, uh, nou, iemand uit uh, Nijmegen, Amsterdam, nou, Tilburg. Gewoon zoveel verschillende mensen die allemaal verschillende ideeën hadden. Een heel erg vet idee, wat het helaas niet zeg maar, tot het einde heeft gehaald, was een idee van een meisje uit Utrecht. En die wilde mensen die uh, dakloos zijn, die wilden ze dus een soort van stem gaan geven. Um, ja, laten zien hoe hun leven op straat is of ze een beetje helpen weer richting ja, de maatschappij in of ofzo. Ja. Ja, dat vond ik echt een heel vet idee. Ik ben tijdens mijn afstuderen begonnen met een project wat eigenlijk heel erg over mezelf ging, een heel persoonlijk project. En dat is het, ja, het leven tussen of met de twee culturen. Uh, daar ben ik zeg maar met dat idee ben ik uh, project 20 ingegaan, dat ik daar dus een documentaire over wilde maken. En gaandeweg tijdens de, zeg maar, de workshops die we kregen en de uh, mensen die kwamen spreken, kwam ik er eigenlijk achter dat het ook een, ja, een, een avontuur en een persoonlijk iets was. Uh, ja, dat. En gaandeweg is het, het project is ook heel erg veranderd voor mij. Op een gegeven moment dacht ik, ja, wat is eigenlijk je doel? Wil je iets in kaart brengen of wil je een documentaire maken? En zo is het zich dus ook een andere kant op gaan vormen, waardoor er nu eigenlijk nog steeds geen documentaire is. Die komt wel, maar ja, het heeft zich echt op een hele andere manier uitgewerkt. Uh, een, en echt een heel groot handvat is geweest dat ik eindelijk voor mezelf durfde uit te komen van: oké, okay, nu ga jij staan voor wat, jij, voor wat je wil. En dat kwam echt, echt uit Project 20, omdat ik steeds meer, ja, toch een soort van kracht kreeg van de mensen om me heen. Uh, en ook één interview, volgens mij was het met Martijn Greven. Ik weet even niet of ik zijn naam goed zeg, maar. Die vertelde me op een gegeven moment... Die ging op een gegeven moment best wel een heftig interview met me aan. Dus Oké, okay, maar waar, waarom wil je dit? En hoe ga je dat dan doen? Dat kwam zo dichtbij. En toen dacht ik, jeetje, ik durf eigenlijk niet eens open te zijn hierover. Hoe wil ik dan een documentaire gaan maken? Nou, en toen begon zeg maar dat eigen, dat eigen project. Waar ik nu heel erg mee bezig ben, is echt gewoon Nederland in. Verhalen ophalen. Um, uit mijn eigen bubbel komen, noem ik het maar. En inzien dat, ja, ten eerste dat ik niet de enige ben die... Dat gevoel ervaart dat je zeg maar echt zo klem zit tussen twee culturen. Um, dus dat is zeg maar de volgende stap en die mensen weer bij elkaar brengen, uh, dat, dat doe ik nu dus ook. En daarna komt daar een heel mooi verhaallijn. Storytelling en alles erop en eraan. En een vette documentaire. Uh, als je een bepaald idee hebt waar je al heel lang mee rondloopt en waarvan je denkt. Ik wil het heel graag, maar ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Of ik vind het echt heel eng om ermee te beginnen. Dan 100%. Ga bij project 20. Uh, je, hoeft, je hoeft het nog niet eens concreet te hebben. Als je het idee maar in je hoofd hebt en als je als het vlammetje, zeg maar, maar brandt, ja, dan. het zijn echt zo'n toffe mensen ook die je begeleiden, die je kracht geven en uh, die ook altijd in contact kunnen brengen met de juiste mensen. Want er werken gewoon bij de Partij van de Arbeid natuurlijk veel mensen met een heel groot netwerk. Uh, ja, het liep natuurlijk door corona net wat anders dan eigenlijk de planning was. Maar het allerleukste vond ik dan toch wel uh, de eerste kennings, kennismakingsreis. En uh, ja, het tripje naar Groningen en dat we daar langs heel veel verschillende projecten ook gingen die zijn gerealiseerd. Ja, ik kreeg daar gewoon echt kippenvel van, want ik dacht, ja, dit zijn allemaal projecten die dus al staan. En ja, ja ik weet niet, dat vond ik echt heel erg gaaf.